is Marijn. Voorafgaand aan dit seizoen sprak ik met de coach van de London Lions. Mm-hmm. Hij was erg complimenteus over jou. Je hebt een periode natuurlijk in Engeland gespeeld bij Worcester Wolves. Hoe was die periode voor jou in het buitenland? Ja, super. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Het is een leuk team. De coach was fijn. Ik heb laten zien wat ik kan, dus ik vond het fijn om daar te spelen, zeker. Heb je daar ook ontwikkeld als basketbalspeler? Ja, het is een wat andere league dan hier. Het is wat meer individueel gericht. Waardoor ik zou zeggen dat ik individueel beter ben geworden dan wat ik ervoor was. Okay. Nou ja, voor alle kookliefhebbers thuis. Weet je inmiddels hoe je de bekende saus uit Worcester moet uitspreken? Worcestershire saus. Worcestershire saus, ah, oké. Okay. Ja, niet slecht. Nee, het is redelijk accuraat. Ja. Hey, na Donar & Heroes is ZZ Leiden voor jou de derde Nederlandse profclub. Mm-hmm. Wat maakt ZZ Leiden nou anders dan bijvoorbeeld een Donar of Heroes? Dat is sowieso fijn dat iedereen dat staat te top spelen. Ik ben heel gepassioneerd om te winnen. En natuurlijk bij een winnende club is dat waar je voor gaat. Bij Leiden is natuurlijk het publiek is altijd aanwezig, altijd doet goed mee. En ik heb ook altijd veel plezier gehad om hier te spelen als uit team zijnde. Gewoon omdat de sfeer goed is en filmen. Dus vandaar. Ja, dus we moeten even gaan bekijken of dat natuurlijk de komende wedstrijden weer gaat gebeuren. Ja, jammer genoeg waarschijnlijk niet, maar geduld. Geduld, ja. Hey, als je naar je eigen spel kijkt en analyseert dit seizoen, mm-hmm. Wat zijn dan de punten die je opvallen bij jezelf? Dat ik wat meer kan doen. Dus ik wil zoveel mogelijk in het voor het team spelen. En soms moet ik daar wat meer voor mezelf kiezen dan alleen maar voor anderen. Om meer gevaar stichten. Precies. Ja. Ja. Je begon misschien een beetje twijfelend aan het seizoen, maar daarna ben je steeds beter gaan spelen. Is dat ook omdat het een ander systeem is, gewenning aan het team? Ja, natuurlijk. Het is inderdaad, zoals je zegt, een heel nieuw team. Voor mij in ieder geval. Ik heb met Worthy samengespeeld en ik geloofde dat het ook wel was. Ja, het is volgens mij voor de rest met niemand samengespeeld. Het is een heel andere speelstijl die ik gewend ben. Het is allemaal even nieuw, dus je moet ook je rol leren kennen, je rol leren spelen en dat duurt even. Het plaatsen voor de tweede ronde Europe Cup gaan we een enorme drukke periode tegemoet, ook wat wedstrijden die we moeten inhalen. Wat zijn jouw gedachten over de tegenstanders die we treffen in de Europe Cup? Ja, hele sterke tegenstanders natuurlijk. Dus we zitten nu in een periode dat eigenlijk iedereen vrijwel hele sterke tegenstanders zijn. En ik denk dat het alleen maar goed is voor ons. Niet alleen in Europees, maar ook voor de competitie hier en de B-Next League. Om ervaring op te doen tegen goede teams, goede spelers individueel. En dat we daar ver mee kunnen komen. Ja, want we hebben nogal wat wedstrijden voor de boeg. Hè? Zo. De toppers in Nederland en dan de B-Next, wat je al zei. Dus dat wordt wel nog een lekker halfjaartje, denk ik. Het gaat wel lekker druk. Ja. Hey, we zitten ook midden in een interlandbundel met de Orange Lions. Jij hebt interlands achter je naam staan. En je zat nu ook bij de voorselectie. Ja. Heb jij veel contact met de spelers die zich nu aan het voorbereiden zijn? Of laat je ze een beetje in hun eigen bubbel zitten? Nee. Heel veel jongens die hebben natuurlijk wel jarenlang mee getraind, mee gespeeld. Dus daar heb ik wel contact mee. En het is gewoon altijd gezellig als je weer zo'n weekendje hebt. Dit in ieder geval niet, maar wie weet volgende keer weer. Ja, want wat vind je wat jij moet doen om bijvoorbeeld bij de Europese kampioenschap volgend jaar om erbij te zijn? Beter worden. Beter worden, ja. Simpel is dat. Precies. Op elk vlak? Elk vlak. In jezelf bewijzen. Precies. Nou, je hebt genoeg mogelijkheden en genoeg mooie wedstrijden denk ik om wat te kunnen laten zien. Dus, sowieso genoeg wedstrijden, ja. Ah, ja. Dat zeker, ja. Nou, succes erbij en hopelijk gaat het lukken. Dank je. Waar is Marijn? Waar is Marijn? Waar is Marijn? Geert, welkom. Hoe heb je de laatste Europacupdag eigenlijk beleefd? De laatste Europa? Ja. Oké, in Turkije bedoel je? In Turkije. Ik had liever gewonnen, laat ik daarmee beginnen. Altijd, hè. Wij trainen als groep om wedstrijden te winnen. Als dat dan niet gebeurt, dan kom je sowieso met teleurstelling weg van die wedstrijd. Ik denk daar nu pas voor het eerst aan, maar dat kun je bevestigen of ontkennen. Volgens mij is dat ook onze grootste nederlaag dit seizoen, met 20 plus. Ik vermoed van wel, ja. Ja, dat,
Dus oké, dat is allemaal negatief. Speelde natuurlijk bijzonder vroeg in de dag, ook op Turkse tijd. Dat was het vroeg, 5 uur speelden we daar, 3 uur Nederlandse tijd. En na het afloop van onze wedstrijd in de kleedkamer met de mannen wat doorgesproken. En op de een of andere manier was het gevoel in de kleedkamer in die overigens fantastische arena daar, waar ook Fenerbahçe speelt, dat er wel nog eens een grote kans zou zijn dat er iets positiefs had kunnen komen. We leunden op de Griekse trots, dat ze toch 1 wedstrijd wilden winnen in die pool. En speelde thuis. Dus wij gingen eigenlijk na het douchen de bus in naar het hotel en met nog wel wat... zelfverzekerdheid die wedstrijd kijken. Ja. Je had van tevoren al stiekem een beetje aangegeven bij het Leids Dagblad volgens mij, dat je dacht dat de sleutel wellicht zou kunnen liggen in Griekenland en niet in Turkije. Maar het had natuurlijk wel een enorm bizar verloop, die wedstrijd daar. Hè? Ja, kijk, ik werd 's avonds nog gebeld, dat is 12 uur Turkse tijd en 10 uur hier. Dan werd ik gebeld door journalisten en Hilversum en langs de lijnen. En dan zat er toch een hoog percentage van de vraagstelling in van toch nog door, hè? Zo op zijn Hollands. Toch nog door. Ik heb dat ontkracht, want zo zit dat niet. Ieder team in de groep moet 6 wedstrijden spelen. Als die laatste wedstrijd als eerste was gespeeld, dan had niemand dat zo gevraagd. Het zijn gewoon 6 wedstrijden, iedere ploeg moet die spelen. En er is niks toch nog door. We zijn gewoon door. En het is een beetje lastig over jezelf zeggen, maar laat ik dan over het hele team zeggen. En mag jij weer bevestigen of ontkennen. Ook verdiend door, denk ik. Nou ja, over het algemeen hebben we 3 hele goede wedstrijden gespeeld. 3 gewonnen. Ik denk uiteindelijk dat er misschien 3 minuutjes ondermaats gespeeld is in Bar. Wat ons bijna de nek heeft gekost. Ja, dat was het vierde kwart. We beginnen het vierde kwart in Bar tegen Mornar Bar. Beginnen we met een voorsprong. Dat staat me nog goed op het netvlies. Lewis en Davis en ook de 4-man daar vonden de hete hand, de hot hand. En we hadden eventjes geen antwoord in die 3 minuten. En we stonden voor, nogmaals, aan het begin van het vierde kwart en eindigen met -13, geloof ik. Dus dat was niet onze beste kwart, maar nogmaals. Ieder team moet 6 wedstrijden spelen. En wij hebben er 3 van gewonnen. Mornar Bar 2 en Heracles 1. Dan ga je gewoon door. Ja. We hebben kunnen zien op een videootje dat de spelers mee hebben gekeken naar die wedstrijd. Ja. De ontlading was groot nadat uiteindelijk de scheidsrechters van het veld liepen. Tover. Kun je beschrijven wat dat met de spelersgroep doet, zo'n bereiken van de tweede ronde? Ja, kijk, ik denk dat het 1 belangrijk is voor de spelersgroep. Wat het mee doet, ik denk dat dat zelfverzekerdheid met zich meebrengt, dat het opschroeft. Niet dat we daar een gebrek aan hadden. We hebben genoeg zelfverzekerheid in de ploeg, maar dit schroeft dat nog een keertje op. Let wel, ik denk dat de blijdschap waar je aan refereert, ook te maken heeft met het gevoel van dat we het verdiend hadden. Ja? Dat we gevochten hebben, iedere minuut. Ook die 3 minuten waar jij refereerde. We hebben wel gevochten, maar het ging ons kant niet op. Ik denk dat dit goed is. Niet alleen voor onze groep, maar ook voor het Nederlandse basketbal. Het liefst had ik gezien dat alle 3 de Nederlandse ploegen door waren gegaan. Want uiteindelijk, het Nederlandse basketbal is belangrijk voor ons allen.
Maar als er dan één van de drie doorgaat, kan het net zo goed ZZ Leiden zijn. Overigens, daar moeten we het nog even over hebben. Mooie pet hier. Ja, eerste interview dat ik doe met een pet op, want daar ben ik helemaal niet voor. De enige reden om een pet op te hebben als je met mensen praat of een interview doet, is als je een baseballspeler bent of een coach. Nou, dat ben ik niet. Of reclame wil maken. Of reclame, maar dat is een goede reden. Mooie petten. In de fanshop zijn die beschikbaar. En hopelijk gaan we weer wedstrijden spelen met publiek erbij. En dan zou het mooi zijn om het hele publiek te zien met ZZ Leiden fanshop petjes of shirts die ik heb gezien. Van alles. Van alles. Allemaal mooie gear. Ja. Je noemde net al Donar en Heroes. Jammer genoeg zijn zij niet door naar de tweede ronde. In onze volgende fase spelen we wel tegen tegenstanders waar zij ook tegen hebben gespeeld. Ja. Bayreuth en Perm uit Rusland. Mm-hmm. Flinke tegenstanders. Ja. Daarnaast nog Legia Warschau. Wat zijn jouw verwachtingen van die tweede ronde? We hebben in onze vorige interviews, jij en ik, en ook met andere Leidse journalistieke outlets besproken dat we in een... Game for game, hè? Huh? Game for game. Ja, dat één, maar ook dat we in een moeilijke groep zaten. In die eerste ronde, denk ik. Yeah. Deze groep is niet makkelijker. Ja, het is natuurlijk logisch dat deze groep dieper is en breder is dan die eerste groep. Dus Perm, Bayreuth en Warschau, dat zijn geen misselijke ploegen. Dat zijn wij ook niet. Dus als wij weer drie wedstrijden kunnen winnen, dan hebben we een goede kans. Nou, natuurlijk is de thuisvoordeel, hopelijk wordt dat hersteld. Een thuisvoordeel met het publiek erbij, zo niet, dan hebben we een minpuntje. Maar oké, daar moeten we dan ook overheen werken. Het zijn sterke tegenstanders. Natuurlijk, Roel Corner is coach in Bayreuth. Heeft in Nederland gecoacht, kennen hem goed. En zijn systemen goed. En zoals jij zei, Perm heeft twee keer tegen de Bos gespeeld. Dus we hebben genoeg beeldmateriaal, genoeg evaluatiemateriaal om ons goed voor te bereiden. Je refereerde er al een beetje aan. We hadden goed publiek bij de Eurocup Europa wedstrijden tot nu toe. Het ging goed achter het team staan, leuke sfeer. Mm-hmm. Er is een kleine kans aanwezig, of het is misschien wel een grote kans aanwezig, dat niet kan in de tweede ronde. Wat kan je dan doen met het team om wel die energie die het publiek normaal gesproken brengt mee te geven? Kijk, het is natuurlijk bijzonder vervelend wat hier allemaal gebeurt. Het begint vandaag, ja, met het Nederlands team tegen IJsland. Die hebben gewoon ook een nadeel vanavond. Ja. In de zin van dat in IJsland met publiek gespeeld mag worden, in Italië waar Nederland morgen naartoe vliegt. Daar kan met publiek gespeeld worden. Wij spelen vanavond zonder publiek. Dat is een Nederlands team. Ik blijf refereren aan het Nederlands basketbal, want het is gewoon belangrijk. ZZ Leiden basketbal is belangrijk, maar Nederlands basketbal is ook belangrijk. En in diezelfde situatie komen wij dadelijk terecht. Thuis tegen Bayreuth, Perm en Warschau heb ik natuurlijk het liefst dat wij de wedstrijden spelen zoals met de sfeer waar jij refereert. Het was fantastisch tegen Mornabar en Iraklis en ook tegen Tjitje hier, ja, dat is altijd lastig. Was fantastisch, het publiek stond achter ons en dat helpt. Dat staat vast, zonder enige twijfel. Hoe moeten wij dat compenseren? De helft van de groep heeft het, wel eigenlijk iedereen, ook op andere plekken waar ze vorig jaar spelen, hebben het vorig jaar meegemaakt. Ja? Met uitzonderingen, volgens mij Ashburn ook. Maar de rest van de groep speelde vorig jaar vrijwel alle, was ik even mijn netvlies heb staan, ja, allemaal in Nederland. Dus zijn... Maartena. El Maartena, ja. Nou, hoe was het in Engeland vorig jaar? Ook zonder publiek, neem ik aan. Publiek, ja. Neem ik aan, oké. Dus we hebben daar ervaring mee. De tegenstander heeft er ook ervaring mee, dus dat is geen voordeel. Het voordeel is als wij hier de gymzaal weer, of de arena, gymzaal, arena of daar iets tussenin, weer vol mogen laten met schreeuwend publiek. Dat is toch over... links en rechts over een hobbeltje hebben geholpen. Laten we hopen dat er nog in zit. Zoals jij zegt, kleine kans, grote kans. Ik kan er geen... We gaan het zien. Ik kan er geen
hoe zeg je dat, pijl mee optrekken, lijn op, wat is het gezegde? Ik kan er geen pijl op trekken. Ja, geen pijl op trekken, hoe dat beslissingsproces voltrokken wordt. Maar laten we maar hopen dat het goed gaat. Tot slot, Geert, ik zag een aantal foto's van een bokstraining die je deze week gedaan hebt met het team. Bij Lucky Gym in Leiden. Een van de punchbags had jouw foto erop. Ja. Werd die extra hard geslagen? Nee, die werd helemaal niet gebruikt. Blijkbaar is er toch nog een beetje respect voor de elderly, hoe heet dat? De respect voor de oudere medemens onder de groep. Nee, dat was goed. We zitten natuurlijk nu halverwege de FIBA-break. We hebben al gerefereerd aan het feit dat Nederland vanavond speelt en maandag. Dus we missen Worthy. We missen Ashburn met het Deense nationale team. En dan is er opeens 2 weken, wat zeg ik? 11 dagen geen wedstrijd. Ja, 12 dagen volgens mij. 12 dagen geen wedstrijd. En dan doen we wat andere dingen. We hebben gekeken of we wat konden zwemmen. Is niet gelukt. Zwembaden zitten vol kennelijk. We hebben gebokst. We hebben een HIIT training gedaan. H-I-I-T training. Double I. High intensity interval. Of high intensity... Ja, interval training, super zwaar. Dus wat andere dingen dan normale ritme. Is ook leuk, is ook goed voor teambuilding. En de boksen was daar eentje van. En je hebt het gezien, een of andere grapjas had foto's van me uitgeprint en op die punching bags geplakt. Maar het was goed te zien dat er onder de hedendaagse jeugd nog respect voor de oudere mensen is, medemensen is. En daar werd weinig op geslagen. Heel goed. Nou, volgende week weer een wedstrijd. Uit bij Den Helder. 2 december, dan beginnen we weer. Ja. Dus hopelijk staat het team er weer klaar voor. Ja. Succes ook. Uit donderdag en dan 2 dagen daarna thuis tegen Zwolle. Klopt. We nog het een en ander recht te zetten. Toen komen 2 jongens mannen terug begin volgende week. En dank je. Dank je voor de succeswensen. En we gaan er natuurlijk alles aan doen om die 2 te winnen. Top. Goed. Waar is Marijn? Waar is Marijn? Waar is Marijn?